allemaal. Voor jullie zie je nu mijzelf, zijnde Claudine Helweg. En naast mij zit Thomas Bachot. Thomas is fotograaf. Ik ben van Kunst in Huis. Kunst in Huis is een kunstleenorganisatie. En wij zijn uitgenodigd door Breedbeeld om onszelf, maar vooral een van onze fotografen voor te stellen. Of beter, de fotograaf zichzelf te laten voorstellen binnen de inspiratiedag van dit jaar van Breedbeeld. Ik ga een heel klein beetje eventjes toelichten wat Kunst in Huis is. En daarna ga ik Thomas een aantal vragen stellen over zijn werk. Wat is Kunst in Huis? Kunst in Huis is een kunstuitleenorganisatie. Bij Kunst in Huis kan je, zoals in een bibliotheek, een boek uitlenen. Zo kan je bij ons een kunstwerk uitlenen. Kunstwerken zijn over het algemeen tweedimensionaal, schilderijen, tekeningen, maar ook fotografie, sculpturen ook. En wij proberen eigenlijk een laagdrempelig initiatief te zijn, waarbij beginnende kunstliefhebbers hun smaak kunnen ontwikkelen en door een kunstwerk uit te lenen, een uniek werk wat je thuis aan de muur kunt hangen en waar je een tijdje mee kunt samenleven en daar alle aspecten van het werk kunt ontdekken in feite. Je kunt dat werk dan na een x-aantal maanden terugbrengen, maximaal een jaar kun je het ontlenen om vervolgens een ander werk uit te lenen en wellicht dat je op een gegeven moment verliefd raakt op het werk en het niet meer wilt terugbrengen, dan mag je het ook kopen. Wij richten ons beginnende kunstliefhebbers, maar we richten ons eveneens op startende kunstenaars. We hebben een hele brede collectie, zoals gezegd, heel veel tweedimensionaal werk. Voor een deel het werk van kunstenaars die al een langere tijd met ons meegaan. We vullen dat werk, de collectie, regelmatig aan met recent werk en met nieuwe kunstenaars die over het algemeen aan het begin staan van een misschien wel veelbelovende carrière. De fotografie maakt ook een redelijk deel uit van onze werking. Nog niet zoveel als dat wij zouden willen, maar daar werken we heel hard aan. Kunstenaars die bijvoorbeeld in het verleden met ons samenwerkten, en dan hebben we het over de fotografie, die niet meer met ons samenwerken nu, omdat ze het al helemaal gemaakt hebben, zullen we zeggen. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij Dirk Braakman, die toch een jaar of 20 geleden een tijdje met ons mee heeft gelopen ook. Dat is meteen een idee, geeft meteen een idee van hoe lang Kunst in Huis al bezig is. Recentelijk nemen we vooral dus jonge mensen in de arm. En een van de kunstenaars, een van de fotografen waar we een jaar of 3, 4 denk ik geleden mee zijn beginnen samenwerken, is Thomas Bachot. Wil jij eerst een beetje een introductie geven bij jouw nieuwe project, Syria 2.0? Syria 2 is een nieuw project, vrij nieuw, dat eigenlijk beelden deelt die afkomstig zijn van mensen die deze gepost hebben op Google Street View. Die beelden zijn gedeeld door die mensen, meestal zijn dat burgers zelf, uit de streek, in 360 graden foto's, dus waarmee je eigenlijk met je gsm is dat meestal, ronddraait op die plek waar je bent en een soort van overzicht geeft van dat moment op die plek. En wat ik eigenlijk heb gedaan is Syrië, een plek die op dit moment heel moeilijk te bezoeken valt of door te reizen is. Ik heb dat op die mappen eigenlijk, waar dat die foto's kunnen geüpload worden. Ik heb zo het land eigenlijk doorreist, doorheen de foto's die zijn gepost door, door die mensen zelf. En dat gaf mij toch wel
Ik vond dat een vrij opmerkelijke blik op dat land. Een vrij persoonlijke blik ook. Omdat die mensen er toch wel echt voor kiezen. Oké, deze foto ga ik nu ook echt op openbaar zetten eigenlijk. Iedereen kan dat zien. En wat ik heb gedaan is eigenlijk fragmenten eruit geselecteerd of gefotografeerd. Dus ik heb het eigenlijk de foto geherfotografeerd en ik noem dat dan een soort van samenwerking tussen mij en de mensen die dat erop hebben gepost. Omdat dat beeld eigenlijk een samenkomst is van onze twee blikken, zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk een beetje de korte samenvatting van wat er achter de beelden steekt. Toen wij een aantal jaren geleden begonnen met samenwerken, was jij net afgestudeerd. Je woonde toen in Roemenië. En misschien is dat een mooi opstapje, want dat waren effectief foto's. Je hebt daar rondgereisd, neem ik aan. Je hebt daar mensen ontmoet. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat er een sterke connectie is tussen die twee projecten ook. Het heeft dan vooral te maken met het graven in de connectie van mij, zal ik maar zeggen, en de mensen die ik ontmoet. En ook een stem geven aan de mensen in de foto, of de mensen die waarover de foto's gaan eigenlijk. Dus in die zin heb ik altijd geprobeerd om ook door feedback van de mensen die mijn foto's zagen van het gebied zelf, om daar altijd vanuit te vertrekken en dan ook op die manier trachten anders te fotograferen en op die manier een ander soort van beeld te creëren van dezelfde plek. En het laatste bezoek was ook eigenlijk dat ik met de foto's die ik had genomen naar mensen toestapte en eigenlijk vroeg van wat vind je nu van hoe dat ik jou of jouw omgeving of jouw thuis fotografeer. En dat is dan weer een extra laag die eigenlijk naast de foto's komt. Waarin dat er soms ook wel stevige commentaar wordt geleverd op mij als zijnde een buitenstaander die eigenlijk toch wel een beetje zegt van dit is hoe dat mensen in dat gebied in Roemenië, in de Apuseni-gebergte, hoe dat zij daar leven, hoe dat leven daar volgens mij dan uitziet. En ik vind het wel interessant om die confrontatie, zal ik maar zeggen, aan te gaan met de mensen die waar het eigenlijk over gaat, natuurlijk. Hè. Those who eat fish from the cyanide lake improve their sex life. Dat is de titel van het boek en van het project ook. En dat is eigenlijk een referentie naar dan weer een andere realiteit eigenlijk over dat gebied. Omdat dat is eigenlijk een gebied dat al sinds eeuwen betwist is, omdat er heel veel goud in de grond steekt. En iedereen heeft daar natuurlijk zijn zeg over. En zo ook een van de burgemeesters van een dorp waar het nog heel veel goud ontgonnen zou kunnen worden. En de manier waarop dat wordt voorgesteld eigenlijk om ontgonnen te worden, is bijvoorbeeld door het gebruik van cyanide. Omdat dat een chemisch proces is, waardoor dat je op vrij verwoestende manier eigenlijk voor de natuur die goudstukjes kunt lospikken van de rest van de steen, zal ik maar zeggen. En hij heeft dat eigenlijk gezegd als een soort van reactie, een cynische reactie wel, als je zwemt in het water hier, waar dan cyanide in zou zitten, door die ontginning, dan dat zal je potentie alleen maar bevorderen, eigenlijk. Dus er zijn alleen maar voordelen aan zo'n goudontginning en de cyanide die erbij gebruikt wordt. Dat was een soort van referentie naar het surrealistische, het absurde misschien, van al die
verschillende realiteitsvormen die ook door de politiek en de burgemeesters in die dorpen wordt gebruikt. Je hebt jouw foto's gemaakt waar toch een soort van... ik ben geneigd om een beetje te zeggen dat er een licht surreëel kantje aan zit. In combinatie met die titel geeft dat een, laten we zeggen, wat poëtische visie op een gemeenschap. Maar daarnaast heb je dan die gemeenschap, die mensen die je gefotografeerd hebt, of waar je in hun omgeving gefotografeerd hebt in Roemenië, jouw werk, jouw laten vertellen wat ze van je foto's vonden, maar je hebt ze ook de kans gegeven om op jouw foto's te werken. Dat was eigenlijk een extra dimensie. Tijdens de eerste tentoonstelling in Cluj was dat toen, dat is een stad vrij dicht bij het gebied waar ik heb gefotografeerd, heb ik ook de bezoekers eigenlijk de kans gegeven om met stiften op de print zelf te tekenen of te schrijven of te reageren. Ja, dat is dan nog eens een extra dimensie eigenlijk op dat papier zelf, op die foto zelf. Waarbij dus eigenlijk die visie die dan er wordt getoond, kunnen aanpassen op hun manier. En ik denk dat eigenlijk, als ik die prints nu terugzie, dat is toch wel het ultieme visuele resultaat dat ik toen heb bekomen, denk ik. Waarbij dat dan inderdaad die reacties wel worden opgenomen in de print zelf. Dat is iets dat mij ook wel, waar ik nog mee zal werken, denk ik. En dan bedoel je die samenwerking in de zin van, jij maakt iets over een bepaalde, over iemand of een aantal mensen en zij reageren daarop. Misschien is het om nu een brug te maken richting het project Syrië. Je vertelde net dat je het werk in Cluj hebt opgehangen, waar op gereageerd is door de bewoners die je daar gefotografeerd hebt of waar je daarmee hebt gewerkt. Het project Syrië speelde zich heel recentelijk, was heel recentelijk voor het eerst te zien, ging in première in Cluj ook, als ik het nu goed heb. Hè? Dat klopt. Je hebt mij daarvan op de hoogte gebracht, zoals een heleboel andere mensen ook. En ik was onmiddellijk gegrepen door een beeld, maar ook de bijbehorende tekst, die op dit moment, of in het project Syria 2, een grotere rol speelt dan in je eerste project. Maar de literatuur is ook nog een brug, denk ik. Mm-hmm. Maar misschien terug even naar het ontstaan van het project Syria. Je vertelde, je hebt daar wat jij in dit geval de samenwerking noemt met mensen uit Syrië. Natuurlijk omdat je hun beeldmaterialen hebt gebruikt als basis. Ben je zelf daar geweest, überhaupt? Hoe kom je aan Syrië? Waarom verleg je je focus van Roemenië naar Syrië, bij wijze van spreken? Ik ben in Syrië geweest 10 jaar geleden. En dat liep eigenlijk samen met mijn Erasmus-ervaring. Ik heb Erasmus gevolgd in Turkije. En ja, op dat moment was het heel gemakkelijk voor mij of voor ons, al die Erasmus-studenten, om te reizen naar de omliggende landen, omdat wij een soort van pasje hadden dat zei dat wij op die moment tijdelijk in Roemenië verbleven. Dus wij konden heel gemakkelijk visa's verkrijgen voor bijvoorbeeld Iran of ook Syrië. En wij zijn dan met een paar mensen, hebben dat zelf georganiseerd om, ik denk een aantal dagen was dat maar, want we moesten dan terug zijn voor onze volgende lesweek, om doorheen Syrië te reizen eigenlijk. En ik denk dat die ervaring in Syrië, maar ook in Turkije, in de omliggende landen, voor mij was dat wel een soort van
belangrijk punt in mijn ontwikkeling, zal ik maar zeggen, van mijn toch wel prille leven, omdat ja, met dat voor mij stond dat gelijk aan avontuur en echt een ontdekking van een onbekende wereld. En ik denk dat dat altijd daarom ja, mij is bijgebleven ook. En ik denk dat dat wel een directe persoonlijke connectie geeft aan dat land, aan de mensen die ik daar toen heb ontmoet. En ook ja, waarom dat ik ervoor kies om daar weer op te focussen eigenlijk. Zonder die persoonlijke connectie of zonder die, ja, dat moment in mijn leven dat ik toen dat land heb bezocht, denk ik niet dat ik zo snel voor die plek zou kiezen. Dus het is een beetje een terugkeer naar dat moment. Naar iets wat, ja, maar je had daar dus geen contact met Syriërs. Dus de connectie is er eentje van op afstand uiteindelijk nu terug. Op dit moment, ja, omdat ik heb wel plannen gehad en ik koester die nog altijd om effectief wel terug te gaan, maar ik denk dat er diverse redenen zijn waarom dat ik dan toch geopteerd heb om het toch op deze manier te doen en ook om daar een project van te maken. En ja, ten eerste is het gewoon niet zo simpel om daar nu binnen te geraken en daar, vooral om daar vrij te bewegen. Je kan dan wel, allez, ik heb soms contact met mensen die er ook een galerij hebben en die zeiden dan wel, ja, je kan naar Aleppo komen, maar als je dan buiten de stad eigenlijk zou willen reizen, dan moet je dan met een soort van beveiligde ja, mensen die security eigenlijk doen. En dat leek me toch allemaal, ja, misschien is dat wel interessant, maar toch heel complex om dat te organiseren. En daarnaast vond ik ook, ja, die beelden die je dan vindt, online zal ik maar zeggen, op die Google Maps, hebben ook wel een soort van interessantheid, omdat zij natuurlijk niet van mij uitkomen, omdat die mensen hebben die zelf gemaakt natuurlijk. En de meeste zijn Syriërs natuurlijk. En waarom kan dat niet geen mooie, interessante basis zijn om van te starten eigenlijk? Waarom moet altijd de fotograaf naar daar trekken om dan zijn waarheid daar te gaan creëren? Het lijkt me heel interessant om daar gewoon van te starten en er een soort van schoonheid in te zien ook. Dus daarom heb ik er toch voor gekozen, ook al voelde dat wel een beetje raar, zo, om zo in je zetel te zitten en dan zo foto's te maken van een gebied dat toch eigenlijk een beetje onbereikbaar is op dit moment. Wat mij opviel, want je zegt, je vertrekt van de Google Maps, Street Maps, Street View. Mm-hmm. Maar de foto's die je hebt gemaakt op basis daarvan, tonen in feite individuen eigenlijk tamelijk voor een deel toch privé-scènes, soms ook landschappen, extreme kleuren, maar daar zit er ook onder andere jouw toevoeging eigenlijk aan in, los van de framing. Het oogt niet als een soort streetmap verhalen, wat echt gericht is op oriëntatie. Je oriënteert je heel duidelijk op iets anders. Ik heb wel inderdaad mijn toevoeging dan eraan door het dan te selecteren. En ik ben ook wel op zoek gegaan naar een bepaald soort van beeld. Een beeld dat toch wel, oké, het komt dan wel uit dagelijkse scènes of 360 graden foto's, maar het mocht toch wel iets meer zijn in die zin dat er een soort van esthetische waarde bij komt of een pictorale waarde. En een soort van mysterie ook wel. Dat moest er eigenlijk wel in zitten om dan uiteindelijk het selectie te komen. En dan inderdaad, er is nog wel wat beeldbewerking bijgekomen ook. Om dan dus een rode lijn of een rode draad doorheen de foto's te krijgen. Maar ik vind dat interessant omdat, ja, die beelden zijn natuurlijk blijven beelden die je kan vinden eigenlijk op die online digitale wereld, die altijd wel heel snel is, waar mensen doorscrollen. Maar ik vind het net interessant om die eruit die wereld te halen, om die dan in een galerij te hangen
En om die een soort van te benaderen als eerder schilderij, zal ik maar zeggen, of meer in dat vaarwater. Omdat je dan daar een soort van meer de nadruk op legt en die waarden ook anders kan bepalen. En denk, je ziet dan wel, als je in die galerij komt, dat die beelden, omdat ze zo zwaar gepixeld zijn, dat die wel degelijk van doorheen die techniek eigenlijk komen van het internet en de lage kwaliteit die eraan hangt en het inzoomen erop. En het, dus je hebt dan wel een hint van de oorsprong eigenlijk van dat beeld. Maar het is toch een ander gegeven dan dat beeld te bekijken op je computerscherm. Dus ik vind dat wringt alleszins voor mij op bepaalde vlakken, dat vind ik dan wel interessant. Om die op een andere plek te tonen. Daar viel ook het woord rode draad. Wat opvalt in dit project is dat de bijkomende tekst hier ook belangrijk in is. Misschien dat je eerst eens over die tekst had verteld. Die tekst, een soort van kort verhaal, waarvoor Zakaria Tamir een toch al op leeftijd zijnde auteur, Syrische auteur, gekend voor is. En ik heb hem leren kennen door een soort van klein boekje, waarin een selectie van Arabische schrijvers eigenlijk is gemaakt door het Europees Cultuurcentrum of zoiets. Dat is wel vrij interessant. En zo ben ik op zijn... Ik was research aan het doen eigenlijk voor dit project. En zo ben ik op zijn naam gebotst. En die tekst is mij altijd bijgebleven. En ik heb dan ook besloten op het einde om die als een soort van bindmiddel te gebruiken. Doorheen de reeks foto's. Omdat die tekst heeft een soort van herhalend karakter, ten eerste. Het is vrij simpel, maar toch ook, het heeft heel veel metaforen en zo die erin zitten. Dus je kunt er wel veel in vinden als je zoekt. En het is ook niet te beschrijvend of zo. Het laat heel veel vrijheid om te interpreteren eigenlijk wat erachter steekt. En het heeft ook zo'n gevoel van transformatie of zo. Dat sprak mij aan. Ook om de beelden iets of wat zeker niet te verklaren, maar wel te, of toch iets van leidraad mee te geven voor de kijker. Ik denk dat dat wel nodig was. Anders was het misschien iets te los of zo, loshangende de flarden van beelden. En ik vond dat die tekst er wel bij hielp. Je kunt het hele project op jouw website zien, hè? Dat klopt. En dan is natuurlijk, omdat je moet je net in een volgorde zetten. Dus je hebt beeld, tekst. Hmm. Is dat dezelfde verhouding dan wat je liet zien in Cluj tijdens de tentoonstelling? Voor de digitale versie, zal ik maar zeggen, voor de websiteversie, kan je wel spreken over een bepaald beeld dat dan is gekozen voor een bepaald stuk tekst. Maar op de fysieke voorstelling was toch wel anders, hoor. Daarvoor is er eigenlijk gekozen om de Arabische, want dat is ook de Arabische tekst getoond eigenlijk. En die is heel groot. Die is heel groot getoond. Het ging dan meer over de vormen van het Arabische schrift. En de Engelse tekst, de vertaling, die de meeste mensen kunnen lezen, want in Cluj, in Roemenië, zijn er niet zoveel mensen die Arabisch kunnen. Die was heel klein afgedrukt. Dus mensen moesten heel, heel dicht tegen de muur eigenlijk komen om dat verhaal te kunnen ontleden. En dat was dan een beetje in contrast met de foto's. Dus er waren ook bepaalde foto's die dan vrij kleinschalig werden afgedrukt, waar dan mensen ook weer die stap moesten zetten om dichter bij de muur te komen. En dat stond in contrast dan met die Arabische tekst die dan wel grootschalig was afgedrukt. En dat refereert eigenlijk een beetje naar de afstand. Het feit dat wij... die beelden die zijn toch wel gemaakt op afstand. Maar ze hebben toch wel een soort van
Ja, persoonlijk gevoel dat ze het nalaten. Ik denk ook in dat verhaal van Tamir, dat daar ook wel een soort van persoonlijke toets in zit. Omdat hij dan spreekt over ja, zijn vrouw en hij. Ja, of dat dan de schrijver is of niet, dat weten we niet. Maar de tentoonstelling is toch wel gebouwd op dat aspect van nabijheid en afstand. En dat wringend gevoel daartussen eigenlijk, tussen die twee. En, dus het is wel anders hoor, de fysieke tentoonstelling en de website. En ik verkies eigenlijk de fysieke. Dat is de ultieme manier om het te tonen, denk ik. Omdat ook zo de beelden weggehaald worden uit hun oorspronkelijke sfeer, zal ik maar zeggen, hun digitale sfeer. En dan in een fysiek worden, hè. En ze waren dan ook opgespannen op zoals schildersdoeken eigenlijk. Dus met een bepaalde diepte, 5 centimeter of zo, dat je dan een beetje van de muur afkomt. Het zou heel leuk zijn ook in België het project voor te stellen. Natuurlijk niet alleen op de website. En, omdat ik dat toch wel verkies met dit project. Ja. Zou je, als je het hier laat zien, want nu heb je het natuurlijk in Kloetje heb je het laten zien. Ik ben echt wel nieuwsgierig hoe je dat hebt gedaan, want je was daar zelf niet. Hoe je de keuzes hebt gemaakt, hoe je dat over hebt gebracht. Was er iemand anders voor jou die dat heeft gedaan? De galeriste daar heeft eigenlijk de hele opstelling uitgevoerd, zal ik maar zeggen. Maar het plan eigenlijk, de keuze van de grootte van de foto's en zo, dat is allemaal van op afstand inderdaad bepaald. En dat was wel moeilijk, omdat ik ken de ruimte wel, omdat ik die al vaak heb bezocht toen ik in Cluj woonde. Dus dat is wel goed. Ik wist hoe dat die ruimte eruit zag, wat de lichtinval was en zo. Maar het blijft toch een moeilijk gegeven om een ruimte te vullen waar je op die moment zelf niet bent. Ik had ook graag zelf opgehangen eigenlijk. En dan misschien nog aangepast op locatie zelf. Maar ja, ik heb zelfs de tentoonstelling niet gezien. Want ik hoopte dan ook dat ik er naartoe kon gaan. Ja, ondanks de restricties dat die dan toch even zou opgehoven worden. Maar dat is niet het geval geweest. Dus ik heb de tentoonstelling zelf niet meegemaakt, wat wel bizar is eigenlijk. Dat ligt misschien ook weer in het verlengde van hoe dat die beelden zijn gemaakt natuurlijk. Maar dat was toch niet echt de bedoeling. Ik had er wel echt heel graag bij geweest. Ja, zou je de tentoonstelling hier, als je de kans krijgt om hem hier te tonen, anders concipiëren? Of zou je het dan, zoals het gedacht was, in Cluj, hier opnieuw doen? Of speelt de context van België, zou die een dusdanige rol spelen dat het helemaal anders wordt? Ja, ik denk wel dat dat zou kunnen, dat er anders kan gewerkt worden in een bepaalde locatie. Ik denk dat dat afhangt van de locatie ook. Uiteraard, van de ruimtes die dan tot je voilà, zou ja, staan. Ik denk dat wel. Maar het oorspronkelijke idee van die afstand, ja, dat denk ik. Ik vind dat wel een goede basis eigenlijk om van te starten. Dus dat zal waarschijnlijk wel behouden blijven, maar dan zullen we wel afhankelijk van de locatie. Maar dat is ook inherent aan het werk uiteindelijk. Voilà, ja, inderdaad. Ja, dus dat kan je dan niet overboord zetten, lijkt mij. Nee. Ik zou eigenlijk... Ik weet, heb je de tekst bij je? Ja, ik heb de tekst bij me. Zie je het zitten om een stukje voor te lezen? Zeker, ja. Dat is goed. Ja, het is in het Engels, hè. Dan, Ja, maar goed. Je mag het ook in het Arabisch voorlezen, maar ik weet niet of je dat bij macht bent. Eigenlijk is het 6 keer hetzelfde stramien dat wordt gevolgd. En dat weerkeert. Dus het is wel
Het is makkelijk te volgen eigenlijk. Ik zal met het eerste stuk starten. One day the police burst into our house. They searched for my wife and me, but they couldn't find us because I'd turned into a headstand and my wife had turned into a comfortable sofa. And we laughed a lot when they left the house disappointed. Dus dat was het eerste stuk. En nu gaan we naar het zesde stuk. One day, we set off hurriedly to the hospital, excited, because my wife was pregnant in her 9th month, and it was time for her to give birth. And just as our newborn child's lips were about to attach themselves to their mother's breast, which spurted milk, the police suddenly piled into the hospital. But they couldn't find us because I'd turned into a dirty white lab coat and my wife had turned into a mirror on the wooden closet, packed full of clothes. And our child turned into the siren on an ambulance. And we laughed a lot at their slow-mindedness and we will keep on laughing. Dat is, Tamir. Heel mooi, ja. Dankjewel. Ik zou iedereen die het gesprek heeft gevolgd en nieuwsgierig is naar het beeld willen oproepen om jouw website te gaan exploreren. Op het moment dat je nieuwsgierig bent om het werk, hoe het is om met een werk van Thomas samen te wonen of te leven, kun je bij Kunst in Huis nog foto's van jou lenen of kopen. Ja. Rest mij, Thomas, om jou heel hartelijk te danken en Breedbeeld om te danken voor deze mogelijkheid. En hopelijk hebben we een aantal mensen kunnen inspireren door hier wat te vertellen over Kunst in Huis, maar vooral over het project van, de projecten van Thomas Bachot. Dank jullie wel. Dank je wel. Thank you.